De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, FALS, wil een andere aanpak voor de kwestie van de herwaardering van de leerkrachten. Zij staat niet achter de staking van de Bond van Leraren BVL en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, ALS. We staan compleet niet achter de staking, gaf voorzitter Marcino Nerkus aan tijdens de persconferentie. Nerkus riep de actievoerende onderwijzers dan ook op om weer les te gaan geven. De FALS-president vindt dat veel beter geweest zou zijn als BVL-voorzitter Wilgo Valies eerst alle zaken goed had besproken. Nu ontberen de kinderen les, zegt hij. Maar langer dan 10 dagen, dan gaan er langer dan 10 dagen leerstof worden gedrukt door die kinderen hun kiel. We gaan kinderen stressen, want ze moeten klaargemaakt worden voor repetitie. Binnen korte tijd moet ik zoveel leerstof verwerken. Denk aan die kinderen in de 6e klas die toets maken. Anderen die eind MULO die examen moeten maken. Die voorbereiden, zich moeten voorbereiden op een SO. Vanuit onze verantwoordelijkheid, en dat is makkelijk ook kwalijk vast aan dat die, hebben we gezegd, regering, ja, wie vloeken we aan vast, voor dwing. Je hebt alle tools. Je hebt de uitvoerende macht. Je hebt de wetgevende macht. Maar je hebt ook de rechterlijke macht. En wanneer ik dat zeg, de rechterlijke macht, dan zullen mensen wel begrijpen wat ik daarmee bedoel. Gebruik die tools die je hebt en neem een besluit als regering. Toon dat je regering bent om aan te geven van tot hier en niet verder. Zeker naar die groep die je elke maand betaalt en waarvan je verwacht dat ze hun werk naar behoren doen. Voorzitter Marcelino Nerkust van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, FALS. De organisatie is niet eens met de aanpak van de BVL en de ALS. Nerkust is het verder niet mee eens dat de vakcentrale C47 zich met de actie is gaan bemoeien. Hij is zich daarom ook teruggetrokken uit deze organisatie.